Willem Bierema, beursmanager Agrotechniek Holland. De 2016 editie, wat kunnen we dit jaar allemaal weer verwachten? 500 merken ongeveer, weer duizenden machines. En die staan op stands of die zijn te zien in demonstraties of bepaalde paviljoens. We hebben natuurlijk weer trekkerbehendigheid. Word jij de beste ATH-piloot? We hebben daar een toevoeging op gemaakt met heftrucks. Men kan zien hoe men in de toekomst gaat smartfarmen, het smartfarmingspaviljoen. Allerlei data, hoe dat toegewerkt kan worden naar een taakkaart waar je ook echt wat mee kunt. We hebben nu 8 hectare innovators aardappels gepoot dit voorjaar. En ze worden straks gerooid door machines met opbrengstmeting. En dat is dan de laatste stap eigenlijk die we zetten om alle data die je wilt hebben als spookhoteler, om daarmee uit de voeten te komen. Aardappels, dat is niet weinig. Was er nog een verwoede poging om de aardappeljongens van Potato Europe weg te lokken? Nee. We hebben gedacht, die kaarten zijn, Potato is daar committeren ze zich aan. Het is net als met verkering, als men niet wil, dan gaan we er ook niet aan trekken. Dit jaar was een jaar wat eigenlijk gekenmerkt werd door de melkcrisis, veel te lage prijzen. Dat trekt wel een wissel op de verkoop van machines. Dus de exposanten die hier staan, ja, die kijken goed naar een media-euro. En dus een beurs deint wel mee met een markt die slechter wordt. Dus wij zijn ook wat ingekrompen. Je kunt als beurs een markt niet keren. En je moet ook niet uitstralen dat je tegen de stroom ingaat met grote paleizen van stands. Dat geeft een verkeerde indruk.